Nou jongens, Hotspot, zoals jullie misschien weten, heeft in Utrecht in de kliniek gestaan. Wel langzaam aan, maar het wordt eigenlijk, het wordt niet meer beter. Het gaat sowieso slechter. Maar alleen. Dit is wel echt fijn hoor. Ja. Logisch is. Nieuwe video. Ik ben met Carlijn en met April. En met Dexy, die zit ook achterin. Ik ga mama even bellen als ze thuis is. Carlijn gaat de moeder even bellen. Wij zijn net eventjes bij de Jumbo geweest om ontbijt te halen. En we gaan nu zo naar stal. Het is 9:30 en om 10:00 komt osteopaat. Ja. Ik kijk nog steeds daar. April zit er doorheen. Oké, nou, de osteopaat komt dus om 10:00, dat is over een half uurtje, maar dat redden we wel. Klein gaat nu eventjes Dex afzetten bij haar moeder, want Dexy was niet helemaal lekker vandaag en gisteren. Dus die zetten we eventjes voor de zekerheid af bij Kleins moeder voor vandaag. Makka. En dan is er morgen Paarse Paaskamp, Paarse Paasdag. En zondag ook. En dan is Dexy er wel gewoon, want Henk is er niet. Dus, oh joh, alles beweegt hier. Oh. Dus we gaan Dex even afzeggen. Dus, doei Dex, zeg maar doei. Doei. Daar gaat het kalf. Oké, April en ik die gaan het dak eraf doen hiermee. Dus nou, daar gaan we. Oh, gaat het goed? Kijk naar boven zijn. Oh ja, dan gaat eerst de achterkant. En dan open nu. Nou, die is open. Want het is al super warm, het is 9:30. Maar volgens mij wordt het vandaag iets van 28 graden. Dus, ja. Zie je mij? Hoi, April. Lekker broodje. Lekker broodje. Ik ga ook zo even mijn broodje eten. Als ik de camera heb weggelegd. Wat heb je eigenlijk genomen? Een kaasbroodje en een koffiebroodje. Ik hou er echt van. Ah, dat is wel lekker. April had volgens mij een croissantje en een kaasbroodje. Ah, ja. En Carlijn had een. Oh, en een smoothie. Ja, die heb ik niet. En Klein heeft ook een smoothie en een kaasbroodje. En die heeft haar kaasstengel al op. Dus wij gaan nu zo naar stal. En dan komt volgens mij de osteopaat voor bijna allemaal. Nee, voor 6. Voor 6 maar? Ja. Nou, wij gaan dus in ieder geval zo naar stal. Want de osteopaat komt over een half uurtje. Maar dat redden we wel. Demi is er ook nog vandaag. Is Meze nog vandaag. En volgens mij kwamen echt super veel andere meiden nog. Alleen, ja, Klein zei dus dat er niet zoveel te doen was omdat de osteopaat kwam. Maar... ja, Klein zegt wel vaker dat er heel veel iets voor heel veel komt. En dan komt er maar een osteopaat voor 2. Dus we moeten even afwachten wie er allemaal naar een osteopaat gaan. En volgens mij gaat Captain vandaag weg. Ja, en Morris. Oh, en Morris ook. Volgens mij ook. Oh. Ja, en Alina gaat zondag weg. Oké, okay, en volgens mij komt er ook een nieuwe dit weekend. Ja, dan komt zondag ook een nieuwe. Nou, dus dan... bedankt hoor. Is mooi. En we hebben weer wat nieuwe paardjes. En zijn er natuurlijk weer wat weg. Captain gelukkig ook eindelijk weg. Die staat er ook alweer een tijdje. Dus wij gaan even eten en dan zien jullie ons zometeen weer op stal. Awesome. Doei. Yeah. Nou, Tully is net bij de osteopaat geweest en nu is les. Dus daar ga ik nog wat van filmen. Ja, ze zitten sowieso echt zijn heel... hier, hè? Ja, dat komt ook omdat natuurlijk ze hebben altijd zo gestaan. Achterbenen voor, achterbenen omhoog, voorbenen laag. Omdat ze op de stond stonden 2 meter hoog. Ze zijn. Ja. Vandaar de voorhandproblemen en niet de achterhandproblemen. Okay. Want al het gewicht aan de voorhand is gegaan. Dus ja. Want deze is echt heel vast. Ja, zie je, er komt echt. Er komt geen beweging in. Dat is heel spannend, dus ik weet het. Je ziet ook dat die spieren helemaal. Ja, dit stuk hè? Ja. En dan valt deze heel erg mee. Ja, die is los, maar dat waar je nu zit. Maar dan heeft hij natuurlijk echt daar op gestaan en dan dit. Ga maar vent. Deze ook. Ja, ik zie het.
De wagen zijn. Deze ook, hè? Ja. Ik vind het wel echt fijn, hoor. Ja. Logisch. Heel rustig. Het is oké, vind je. Nee, dat is spannend om en niet om op te tappen, toen ben je gekregen. Je ziet hoe dat hele paard wordt aangetast, hè? Door de huisvesting alleen al. Ja, hoe lang hebben ze daar gestaan? Ze zijn lang opgesloten, niet meer naar buiten geweest. Zes? Ja. Ja. Het helpt ook wel als je iets zelf ontspant hebt. Dan, ja. Dan goed, doet dat ook iets minder zeer, als dan dat ik er een keer een knap. Ja, zelfde plek, jongen. Spijt me. Dat is ook niet zo raar, hè? Nee. Oh ja. Nee. Ja, poep. Nee. Oh ja. Omdat ze 6 jaar lang natuurlijk in de stal hebben gestaan en er nooit uit zijn gegaan. Nee, ze hadden geen idee natuurlijk. Ze wisten ze niet hoe ze stal in of uit moest, een hek in en uit. Wezenlijk. Nou, de eigenaren zijn van Captain gearriveerd om Captain op te halen. Dus dan gaat April even mee helpen. Poeh, dan ben ik overbelicht. En ik heb mijn haar een keer los op stal, want ik ben een elastiekje vergeten. Super dom. En ja, Kim is bezig met de paardjes te behandelen. En nu is ze bezig met Indiana. En daar ga ik zo nog even een stukje over filmen. En ja, we kunnen wel heel goed zien dat de paarden die van de schuur komen heel erg problemen hebben aan de voorhand. Omdat ze altijd van met de achterhand hoog hebben gestaan aan de voorhand. Dus ze hebben al het gewicht op de voorbenen gehad. Ja. Dat kunnen we ook terugzien. Nou, we zijn nu met Indiana bezig. En ik had ze net een beetje verteld, Kim, wat we... Oh, dat vind ik niet leuk. Wat we merkten bij deze paarden, kun je dat nog een keer toelichten? Ja, ze hebben natuurlijk heel erg op de voorhand gestaan in hun verblijf. En wat maakt waarom ze aan de voorkant gewoon gruwelijk vastzitten. Omdat ze daar gewoon continu hun gewicht op hebben gehad. En dat merkte ik bij de vorige ook. En natuurlijk bij haar eigenlijk ook. Dat hier vooral aan de achterzijde echt knijt te hard is. En je ziet hem eigenlijk ook wel lopen. Ja. Ze heeft daar gewoon volop gestaan. Maddie, je hebt wel een beetje vlug achterheen. Stomme vlug. Ja, we behandelen haar nu in de stal, omdat we hebben net buiten gedaan, maar de stal is eigenlijk een veilige omgeving voor hun. En dat hadden we iets te laat ontdekt met Flash. Maar dus we gaan Johnny straks ook hier gewoon even in behandelen, omdat het gewoon, de stal is veilig voor ze. Nou, en we zitten vooral nu een beetje te kijken bij de voorhand, omdat daar zeg maar de problemen zitten. De ruggen zijn op zich wel goed, toch? Ja, het is armbespierd, maar er is niet heel veel mis mee. Oké, ja, en verder is het echt een probleem bij de voorhand, want ze hebben gewoon al die jaren gewoon echt al het gewicht opgevangen. En dan kun je zien dat daarom de voorhand echt flink daaronder geleden heeft. Ook al zie je het niet aan de buitenkant van het paard, als je het voelt dan... Ja, nee, bij haar kun je het natuurlijk wel, hè? Eigenlijk hetzelfde als aan de andere kant. Je ziet echt die beleiding daarin lopen, wat je eigenlijk echt niet wil. Nee. Verder is ze wel heel braaf, staat hier lekker rustig. Dus ze doet heel goed de best. We are going to fill the waterbakken in de zomerbreed. Yes. En nu we gonna haal ze af. Go! Dus ik zou je goed vasthouden. Oké, dan doe ik de vlog hier uit. Dat zou ik ook doen. Oké, nou, wij gaan de waterbakken vullen en Flo gaat achteruit rijden met de bak. Ze weet niet of het kan. Ik weet het ook niet, dus ik ga me vasthouden voor mijn leven hier. Tot zo!
Nou, ik en Floortje gaan de waterbakken vullen. Ik proef even Zaza medicijn. Oh, ik heb dus de hik. Novacan en antibiotica. Voor Zaza. Ja. April die gaat even de wijs leven, dus ik doe even het hek open. Het touw, het hek, maar ja. Oh, ze hebben hem gemold. Oké, ik heb eventjes hier de knoop uitgehaald. Daar. Oh, ik heb nog steeds niks, sorry. Dan heb ik hem om de bal getrokken en dan ga ik hem heel strak deze kant doen. Maar ik wil maar dat ik hem iets te hoog heb. En dat ze er onderdoor gaan. Dus ik ga weer even terug. En dan even slagen pakken. En zo. En dan maak ik hem zometeen weer hier vast. Oké, nou, ik denk dat ik het wel gefixt heb, eventjes. Oeh, ik ga eruit. Ik heb het veel te warm. Volgens mij is Floortje nog steeds bezig met waterbakken, dus dan kan ik zo naar binnen springen. Ik heb Floortje weer even helpen. De microfoon is trouwens kapot, dus ik weet niet dat jullie ons misschien minder goed horen nu. Dat komt daardoor. Maar zoals jullie misschien hebben gehoord bij de laatste video, zat er echt heel veel ruis door de microfoon en hij blijft het doen, dus nu hebben we besloten om de microfoon eraf te halen. Dus ik hoop dat het nog steeds een beetje, oh, ik ben nog steeds dik, dat het nog steeds verstaanbaar is. Nou, wij kunnen bijna naar de wijn. Als deze zo een beetje vol is, hebben ze daar ook weer allemaal lekker water. Mijn schoenen zijn trouwens echt helemaal kapot. Dit gaat helemaal open, er zit allemaal al stro en zo onder. En deze heb ik al een keer gelijmd. Oh, ik trek hem naar open, maar dit was al helemaal los. En nu begint deze schoen ook. Hier. En ik moet ze weggooien van mijn moeder, maar ja, ze zitten gewoon zo lekker. Dus eigenlijk wil ik ze niet wegdoen, dus ik ga ze gewoon nog een keer lijmen. Oh, ik viel eraf. Dus ik ga ze gewoon nog een keer lijmen. En ja, dan hoop ik dat ze nog eventjes mee kunnen, want ik heb deze altijd aan haar stal en ze zijn lekker stevig. Dus ik krijg er geen zere voeten, maar ja, ze zijn wel echt kapot. Waar doen jullie dit aan denken, jongens? Want ik weet precies welke scène uit welke serie ik in mijn hoofd heb, maar ik ben benieuwd of jullie het weten. Het gaat om die kraai trouwens, alleen om die kraai. Ik weet niet of jullie het al hadden gezien, maar Benji heeft dus de voertje er open gemaakt gisteren. Dus nu ligt er niks, want het zit allemaal in die drie kruiwagens. Of in die drie, hoe noem je dat, vuilnisbakken. Het zit compleet vol met voer. Achterin die kruiwagen zit vol met voer. Omdat deze meneer hem heeft opengemaakt. En hij staat nog gewoon lekker te smikkelen alsof er niks aan de hand is. Emma en Demi zijn eventjes Zaza aan het wassen. Kijk nou wat lief. Nou, Klein is even aan het aanvegen, want nou ja, het is je altijd een rotzooi. Ja. Ja. Gotcha. Freddy! Gekke pony. Misschien moet ik even helpen. Hij is zeiknat van het zweet, man. Ja, dat is niet leuk. Er staan er nog twee. Wat doe je nou moeilijk? Daar staan ze, mooie dames. Ga maar. Nou jongens, Hotspot, zoals jullie misschien weten, heeft in Utrecht in de kliniek gestaan. Ik heb net een belletje gekregen van mijn vader. En hij heeft dus EMND. Dat is een spieraandoening bij paarden. Dat komt helemaal niet veel voor. Nou ja, er staat dus dat een achteruitgang veroorzaakt in de hersenstam en het ruggenmerg. En het wordt dus wel langzaam aan, maar het wordt eigenlijk, het wordt niet meer beter. Het gaat sowieso slechter. En ja, heel simpel gezegd is hij gewoon 6 keer zoveel energie kwijt om iets te doen dan een normaal paard.
En we moeten hem dus nu heel erg veel gaan voeren, totdat hij aankomt. En dan moet hij gecastreerd worden. En dat zal hem ook al heel veel energie minderen. Maar we moeten gaan kijken of dit inderdaad, ook al hebben we hem gecastreerd straks, of het nog wel paardwaardig is. Ja. Omdat het niet een heel voorkomende ziekte is. We moeten hem echt dus zoveel voer geven. Want hij verbruikt 6 keer meer, dus hij moet 6 keer meer voer. En hij moet vitamines bij. En ik dacht, ja, Utrecht is wel een eindje rijden, dus ik dacht, ik haal hem gewoon direct op. Moet ik even koppen? Ja. Ik ga dus Hotspot meenemen weer. Ik mag daar helaas niks filmen. Ik mag er ook niet bij zijn. Filmen weet ik niet waarom, maar ik mag er niet bij zijn wegens corona. En we moeten even kijken of dit wel paardwaardig blijft. Omdat ja, het is een niet voorkomende spierziekte. En ze hebben dat vastgesteld door in een heel klein naaltje of zo. Ik weet niet precies hoe dat zit. Met een klein naaltje in de spieren te gaan om de spieren te meten. En daaruit komt dan EMND. Want Hotspot had wel verschijnselen, maar niet goed genoeg. En dat is nu bevestigd door dat kleine metertje voor de spieren. En hij zat ook altijd zo te trillen. En dat is ook een verschijnsel. Dus we gaan hem zo ophalen. En ik ben benieuwd hoe en wat. En of we hem nog dik krijgen. En dit liep even voor jullie vloggen, want ik ga weg. Nou, ik en Esmee die wachten even op de mensen van Morris. Want er komen mensen voor. Dus we hebben al eventjes... Ja, we doen het nou allemaal via de iPad, maar de contantbon en de contracten, bruidlijnovereenkomst en zo klaargemaakt, zodat we die gewoon zo meteen kunnen voorleggen. En nu zijn we even aan het wachten op de mensen, want ze zouden tegen 3:30 komen. Ja, dat is met 10 minuutjes, maar je weet natuurlijk nooit of ze misschien wat eerder of wat later zijn. Carlijn, Epo en Floortje zijn nu naar de kliniek om Hotspot op te halen. Nou ja, Carlijn heeft al een beetje uitgelegd wat het inhoudt. We weten het zelf eigenlijk ook niet, want we hebben er echt nog nooit van gehoord wat het is. Dus dat wordt even afwachten of dat nog te doen is straks. Maar in het weekendtarief is het natuurlijk hartstikke duur. Dus Klein zegt, ik haal hem nu wel op. Dat kon gelukkig. Dus die is nu onderweg. Nee, dat is 2 uur heen, denk ik, vanaf hier. En dan weer 2 uur terug. Dus hij vanavond laat wel weer terug. Dus die zien jullie ook niet meer in de vlog. Maar ik neem het kaartje mee naar huis. De mensen vanmorgen zijn er. Die zijn alweer klaar eigenlijk. Ik denk wel dat ze meenemen. Ik hoor ze meteen. Ze zijn nog even buiten met hem aan het wandelen om te kijken hoe hij daar is. Maar het ging echt super goed. En volgens mij vinden ze hem echt hartstikke leuk. Dus dat ga ik zo meteen dan even afhandelen. En dan word ik zo meteen ook opgehaald. Dus ik hoop nog even dat ik wat kan vloggen. Ik weet niet, de dames zitten... De dames zitten hier in hun hoekie, maar ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Dus ik ga even kijken. Ze zitten hier met een drugslab. Oh, nou, daar is mijn vader al. Ik weet altijd waar ik alles neerleg, maar... Hier is mijn zadelhoes die ik even nodig had. Hoi Emma. Hoi Edith. Dus dit ga ik even weer ophangen. Ik zal nog even snel wat proberen voor jullie te filmen. Want ik neem zo meteen de vlogcamera mee naar huis. Deze meiden, echt waar. Ze gaan springen. Ze hadden geen paarden om te rijden vandaag. Dus dan gaan ze het maar annuleren. Nou, Esmee en Annelien zijn even Jade een esprit van de wei aan het halen. En Tully staat volgens mij ook. En dan ga ik zo meteen naar huis. En... mijn papa zit hier. Nou, zoals jullie zien zijn de stallen hier nu leeg. De paarden staan namelijk nog in de wei. En zoals ik zei, zijn Esmee en Annelien even de paarden van de zomer aan het halen. Die gaan dan naar binnen en dan krijgen ze nog een laatste keer eten. En mensen vroegen hoe wij weten wat elk paard moet hebben. Nou, hier staat het gewoon duidelijk op wat iedereen krijgt. Dus dat is voor iedereen gewoon makkelijk uit te zoeken. En we zetten streepjes, die zijn nu weggehaald. Achter de paarden die eten hebben gehad. Dus 's ochtends zetten we streepjes achter elk paard. Zodat hij niet 2 keer krijgt. En nu krijgen ze ook gewoon allemaal nog een keer. En dan gaan ze straks gewoon weer lekker de wei op. Want goed, ze staan nu natuurlijk 24/7 buiten op een aantal na. Oké, jongens, ik heb met een heel stuk gefilmd en ik heb het niet opgenomen. Maar in ieder geval, wat ik zei was dat er dit weekend paarse baasdagen zijn. Morgen en overmorgen. En meestal wordt er dan gevlogd. Volgens mij wordt dat sowieso gedaan. Dus dan hebben jullie ook weer nieuwe video's volgende week. Over de eerste paarse baasdagen van het jaar. Dus wat ik zei, we zijn heel blij dat we het hier mogen doen. En dat we moeten natuurlijk aan de regels houden. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen. En zoveel mogelijk proberen te doen. Het wordt als het goed is super warm weer. Net als vandaag 28 graden. Het wordt ook slecht weer. Maar dan moeten we even kijken hoe we tussen de regen en de buien door toch nog leuke dingen kunnen doen. Misschien is het alleen s'avonds slecht weer. Dus dat vinden we wel. Nou jongens, in ieder geval super bedankt voor het kijken. Oké, dan doe ik het wel. Vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei!